Hallo, wij zijn Elia en Elias en vandaag zullen we u wat meer vertellen over het boek van het Westelijk Front Geen Nieuws. De schrijver van ons boek, Erich Maria Remarque, heette oorspronkelijk Erich Paul Remarque. Daarna is het hoofdpersonage van ons boek ook genaamd Paul Bowman. De schrijver vertelt over zijn eigen ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog. Het boek is gepubliceerd in 1929 en al snel vertaald in het Nederlands, waar de eerste druk in 1930 uitkwam. Het boek was al van het begin een massaal succes. Overtuigd door hun leerkracht trekken Paul en zijn kameraden als 17-jarigen in 1916 naar het front. Na een trainingskamp van 10 weken komen ze aan het front aan, waar ze al meteen beseffen dat het daar helemaal geen pretje is. In het boek schrijft de auteur ook vaak over hoe nutteloos de oorlog is en over hoe brutaal het leven in de loopgraven is. Paul krijgt verlof en gaat terug naar Duitsland, waar hij helemaal niet gelukkig is. Want zijn moeder is ziek en gaat weldra sterven aan kanker. Hij keert terug naar het front, waar hij merkt dat hij veel gelukkiger is. Echter, ze moeten een aanval doen waarbij hij en zijn beste vriend gewond raken. Hij moet naar een hospitaal in Keulen waar zijn beste vriend sterft en waar hij veel soldaten ziet die liever zelfmoord plegen dan terugkeren naar het front. Hij moet echter terug naar het front waar ze een aanval uitvoeren op de Franse linies, waarbij hij gedwongen is om een Franse soldaat te vermoorden. Hier heeft hij echter heel veel spijt van en hij belooft de soldaat dat hij naar zijn vrouw zal schrijven over zijn dood. Op het einde van het verhaal sterft ook zijn laatst overgebleven vriend en dan is er een kleine wapenstilstand in de zomer van 1918, waarbij Paul een vogeltje wil tekenen dat op een tak zit, maar echter een Franse soldaat schiet hem dood. En dat is het einde van het boek. Van het Westelijk Front Geen Nieuws. Het is een boek dat me echt heeft geraakt. Het verhaal gaat over soldaten in de Eerste Wereldoorlog. En hoewel het lang geleden is gebeurd, voel ik toch dat als ik het boek lees, voel ik dat ik in het verhaal zit. Ik lees wel vaker boeken over de oorlog en vaak boeken over de Eerste Wereldoorlog, maar ik weet niet. Dit boek raakt me meer dan andere boeken. Het was soms hartverscheurend en ik kon me inleven in sommige personages, vooral in de hoofdpersonage. Het voelde allemaal zo echt en ik kon de angst en de pijn die ze doormaakten gewoon bijna voelen. Als ik een boek lees, dan ben ik echt een meelever en meedenker. Het verhaal was zeker realistisch. Natuurlijk niet voor deze tijd, maar wel voor de oorlogstijd van toen. De schrijver vertelt natuurlijk ook over zijn eigen dingen dat hij heeft meegemaakt. Het voelde echt aan alsof ik er zelf bij was en het liet me zien hoe de oorlog mensen kan breken, maar ook maken. Soms was het moeilijk om te lezen. Het is zeker aangeraden om wat voorkennis te hebben van de oorlog voor je aan dit boek begint. Maar het heeft me wel geboeid van begin tot het einde. Als ik een woordje niet begreep, dan zocht ik het meestal op. Er gebeurde genoeg om mijn aandacht vast te houden en ik wilde weten hoe het zou aflopen met mijn personages. Eli, snel! Wat is de quote van de dag? Elke oorlog is een drama, maar niemand kan zich voorstellen hoe het is om te leven op het front. Dit is een mooie quote uit het boek. Het vertelt ons en herinnert ons aan wat de menselijke tol van de oorlog is. En voor wat eigenlijk. Fun fact of niet zo fun fact? Remarque, zijn boeken werden verbrand door het regime van Hitler omdat het veel antinationalistische inhoud bevatte. Hey, wil je ook zo diep gecharmeerd worden en ontroerd worden door dit boek? Zoals ik? Wel, dan moet je het zeker lezen. Want de ellenlange uitweidingen van Remarque geven je echt een gevoel van hoe nutteloos die oorlog wel niet geweest is. En je wordt echt geraakt als lezer en je denkt zelf ook wel een beetje na over hoe het wel niet moet geweest zijn voor die mensen toen. Wil je ook dit boek lezen? Het kan. Als je goed kan lezen of niet, maakt niet uit. Het is een prachtig boek voor iedereen. Zeker als je van de Eerste Wereldoorlog houdt en wat voorkennis hebt, zal je weg zijn van dit boek. Het is echt iets om ontroerd van te zijn. Dankjewel voor het kijken naar onze vlog. Later!